De discussie is er weer. Zwarte Piet is racisme. Ik heb dit al 31 jaar lang, elk jaar. En wat ik de eerste 30 jaar deed, was mensen een moorkop aanbieden. En tegenwoordig zeg ik, tabé. Meen we het allemaal niet veel te serieus? Nou kijk, ik vind het heel moeilijk om te zeggen, je mag je niet hierdoor gediscrimineerd voelen. En je mag je wel daardoor gediscrimineerd voelen. Mensen voelen zich om verschillende redenen gediscrimineerd. Dat vind ik, moet je altijd serieus nemen. De vraag is er een... Zijn er mensen in de samenleving die het zelf ervaren als een racistische bejegening? En op die vraag kunt ook u alleen maar zeggen, ja, die zijn er. Kunnen we dan niet samen zoeken naar een beetje aanpassing van de traditie? Maar als mensen zich gediscrimineerd voelen, dan moeten ze daar serieus aangifte van doen. Want discriminatie, dat moet door een rechter beoordeeld worden of dat er is of niet. Het is ook een traditie, zeik over het weer. En ik ga ook geen boze brieven sturen naar Wolken of zo. Of naar Piet Paulus, maar met een kogelbrief. Weet je? Dus dat moet je zo houden. En als er een traditie is waar een deel van de Amsterdammers echt pijn van zegt te ondervinden, dan moet je dat op zich serieus nemen en kijken of je niet die maatschappelijke discussie kunt beïnvloeden. Het is Zwarte Piet, het is geen neger, weet je. Het is niet... Zwarte Piet is niet echt een neger, weet je. Het is iemand die cadeautjes voor kinderen in schoenen doet. Echte negers, die halen die schoenen weg, halen je tv weg, halen je bank weg en die zetten daar een wietplantage neer. Jij krijgt op Twitter ervan langs. Ik krijg het er op Twitter een beetje, maar het zijn altijd de 10zelfde. Die heten terrorneger of... En die roepen uit dat ze je zullen kelen. En uit naam van de tolerantie, hè, zeggen ze van... Je moet respect voor ons hebben. En als je dat niet hebt, dan maken we je dood. En ik moet je eerlijkheidshalve zeggen dat ik niet begrijp waarom... Nou, ik begrijp het eigenlijk. Mensen die geen zelfrespect hebben, die vragen altijd om respect van anderen. En laten we nu nog even in het stadhuis gaan kijken waar de hoorzitting bezig is. Het gebruik maken van Zwarte Piet met zijn grote lippen en zijn afro en zijn zwarte haar zou precies hetzelfde zijn als je het beeld van de Joden van de nazi's nu nog gebruikt in een feest. Gewoon een heftige vergelijking. Nee, het is de vergelijking die precies klopt. Als u die Zwarte Piet weghaalt, dan is het een gezellig feest. Maar dit gaat al jaren zo hier. Nou, en wij zijn er nu voor om het te gaan veranderen. Zonder de karikatuur van Zwarte Piet kan jij geen lol Sinterklaas hebben. Dat hoor je mij niet. Ben je racistisch? Nee, rustig racistisch. Maar. Je begint helemaal te trillen. Ja, ik ben heel boos. The most upsetting thing about it is that yourself in the media, you just don't get it. We disagree. No, you disagree. You just don't get it. Er zijn een hele groep mensen die daar geen moeite mee hebben. Hier staan een groep mensen die er wel moeite mee hebben. En dat is prima. Je mag voor je recht. Jij luistert niet naar me. Het heeft geen nut om met jou te praten. Je beantwoordt mijn vraag niet. Ik probeer te beantwoorden, maar je lult er gewoon doorheen. Ignorance is a condition. But dumbness is a conviction. Zo. Oké. For a lot of people it's extremely painful. For a lot of people it isn't. Also for a lot of black people it isn't. No, but they've been brainwashed. Het is schande. Verder zeg ik niks meer. Dank u wel. Beter oprotten met je polo's. Waarom? Mag je toch gewoon een vraag stellen? Jij hebt toch je mening en ik heb toch een mening? Is toch oké? Ik zeg tegen jou een beetje oprotten met je ponu. Ik weet waar jullie mee komen. Ik vraag nu met hem gewoon aan de praat. En daarna kan ik... Racist! Wie van jullie is Po? Is dit Po? Ja, we hebben Tom staat toch? Ik ben normaal. Ik ga hier gewoon mijn werk te doen, ja? Net als iedereen. Hé, blijf even met spullen er vanaf. Kom, we gaan binnen. Dankjewel. Je hebt het recht om te filmen. Niemand daarna doet wat eigenlijk, anders heb je een probleem met mij. Hoi! Mensen, laten we het even rustig houden. Wat willen jullie bereiken met deze oorlog? We willen bereiken dat de Zwarte Piet, het racistische element, uit het Sinterklaasfeest gehaald wordt. Dat is alles.